Heitje Tik. Feyenoord PSV. Daar gaan we dan. Ja. En de eieren hebben meestal gelijk. En waarom dat is, dat weet ik ook niet, maar is nou een keer zo. Goed. Onthoud. Ze zijn rauw. Dat is één. En twee. Ei dat stuk gaat, verliest. Dus, wat heel blijft, is natuurlijk dan de winnaar. Nou, dan gaan we wat een enorme spanning. Feyenoord PSV. Dan gaan we. 1, 2, 3. Ja, dit is PSV, die is stuk. Feyenoord wint. Balletje met Feyenoord, tuurlijk. En dan ook een balletje met PSV. Tja, kijk, en die gooi ik hier in de lucht, boven deze vaas. Balletje wat erin blijft liggen. Ja, is dat de winnaar van Feyenoord tegen PSV? Nou, dan gaan we dan. Hup. 1, 2. Hop. Oh, zit een balletje in. Er zit een balletje in. En welk balletje is het? Welk balletje is het? Goed kijken, goed kijken, goed kijken, goed kijken. Niet uit het oog verliezen, goed kijken. Welk balletje is het geworden? Niet uit het oog verliezen, het is geworden Feyenoord. Ja, waar komt de tram aan? Ja, de tram gaat het vertellen. Feyenoord PSV. Komt er een man uit, dan is het Feyenoord. Komt er een vrouw uit, als eerste nu, dan is het PSV. Nou, daar gaan we dan, hè. Daar gaan we. Wat een spanning. Wat een spanning. Is het een man of is het een vrouw? Het is een man. Het is een man. Ja. Het is Feyenoord. Feyenoord wint. Feyenoord PSV, ja. Ook weer zo'n wedstrijd die ik absoluut niet kan voorspellen. Daarom, kijk even naar dit staaltje huisvleit. Hier, hup. Ja, ziet het er even mooi uit. Ja, dat noemen wij kerstlingo. Ja, kijk, want mensen bij de lingo, die moeten dan ook zo, plop, en die weten, die zien dat dan allemaal niet, en die moeten dan een bal pakken. Nou, kijk nog even mee hier, we hebben dus 2 rode ballen en 2 zilveren ballen. Ik ga dus ook zo, met een hand zitten graaien, pak ik een rode bal. Dan wint Feyenoord, is de zilveren bal, dan wint PSV. Nou. Om helemaal zeker te zijn dat ik niks zie, draai ik me ook nog eens een keer om. Hier, let op. En dan ga ik dus met mijn hand in de bak. Ik ga dus een beetje heen en weer zitten. Zitten husselen. Hussel. De hussel, de hussel. En nou, daar gaan we dan. En dan pak ik de bal. En het is rood. Feyenoord wint.